eigenlijk vind ik dat, dat de mensen nog meer zouden moeten weten van hoe ongelooflijk bijzonder het eigenlijk is wat hij maakt. En ik ben degene die daar dus iedere week getuige van is. Want elke week is hij echt als gedreven kunstenaar heel bevlogen aan het werk, aan het lino sneden of bezig met een schilderij. En heel gestaag zie ik die print dus elke week vorderen. En iedereen kan dat meemaken door te kijken op zijn site welke drukgang erbij is gekomen. Maar ik zie met welke nauwkeurigheid en met welke precisie hij ongelooflijk fijn aan het werken is. En ja, ook zijn vooruitgang in de afgelopen jaren is dat werkelijk zo verfijnd. Dat kan je ook zien aan de laatste print waar hij nu mee bezig is. Het is bijna fotografisch. En helaas hebben we ook wel eens meegemaakt dat mensen denken dat het soms een foto is die gefotoshopt is, waarin figuren zijn ingeplakt. Dat is dus niet zo. Het is dus werkelijk een proces van wekenlang, zeer secuur aan het werk. En ik kan er ook bij zeggen van ja, ik ben iemand die van mezelf van nature niet zo gauw jaloers is. Maar ik ben niet zo gauw jaloers, maar in sommige gevallen ben ik wel eens jaloers op zijn prenten. En dat komt door de liefde en de nauwkeurigheid en de aandacht die hij besteedt aan die prenten. Dat is werkelijk ongekend. Fenomenaal. Heel erg mooi. Ja. En dan zijn schilderijen. Dus ik ben heel, heel erg trots op jullie. Ik vind het echt geweldig goed allemaal. Er nu bij hangt alles bij elkaar. En zullen we daar het glas op heffen? Ja. Ja. Ja.